Mooi pak. Ja, dankjewel. U dacht, ik trek vast mijn beste pak aan, want ik ga het worden? Ja, als we het doen, doen we het goed. Dus we hopen dat we het gaan winnen inderdaad. Ja, toch wel een beetje gespannen. Het is toch een hele enerverende periode geweest. En ja, je wilt toch ook winnen? Dus, maar ik zit niet meer in de campagnestand, want dat is, daar ben ik gelukkig vanaf. Ik denk, jij gaat winnen. Nee, dat ga ik niet zeggen, want ik weet het echt niet. Ik zeg niet meer waarom, jij zegt niet dank. Hoe voelt u zich vandaag? Ja, ik voel me herder. Goed. En kijken, lekker mooi weer. En nou, de rest, we moeten gewoon genieten met feest. We hebben natuurlijk heel veel leerlingen, 600 kinderen elke week. Die zijn allemaal heel trots op ons. En ze hebben heel erg hun best gedaan om dit uit te vergroten. Dus dan is de kans best groot dat wij uiteindelijk worden geroepen, naar voren geroepen. Van mij is best wel druk geweest. Ik moet gewoon tussendoor patatje bakken, moet ik tussendoor bezorgen. Tussendoor moet ik campagne voeren en tussendoor moet ik interview doen. Nou, ik heb best wel een drukke week achter de rug. Ja, nou ja, toch heel veel aangemaild mensen. En dat maakt ook niet het beste in je los, moet ik zeggen, want dat gaat per bulk, gaat dat, hè? Sommige mensen hebben ook geen internet. Dus dat ga ik nog even aan de organisatie vragen, om het volgende keer ook volgende keer schriftelijk mag. Want dan had ik zeker gewonnen. Als je wint, dan is het toch extra erkenning voor wat je doet. Dus ik denk dat je een soort van boost aan energie krijgt of motivatie om door te gaan. Maar ook al zou ik niet gekozen worden, ik ga gewoon door met waar ik mee bezig ben. Dus